Daar brandt een lampje. Mooi. Nou, doe de deur dicht, zou ik zeggen. Toch een beetje. Ah. Zo. Dan kunnen we vertrekken. Ja. Wasstraat 39. 3 keer 13. Oh, wauw. Twee verschillende media van aantekeningen. En het gaat regenen. Het is hartstikke toch mooi. Het is al winter. Ja. Heerlijk verfrissend buitje van de winter. Ja, precies, ja. Zo, hoe is het met jou, Vasilis? Goed. Ik heb je al een tijd niet gezien. Nee, prima. Lekker les aan het geven. Ik ben vrijdag naar een congres gegaan. Ja, je was in Brighton. In Brighton. Oh my god. Brighton is altijd leuk. Mm-hmm. Goed congres. Het was volgens de organisator de laatste keer dat hij dit congres gaat organiseren. A Responsive Day Out. Het gaat over het web. Ja. En eigenlijk, het begon over responsive design 3 jaar geleden, maar dat is eigenlijk synoniem voor webdesign tegenwoordig. Ja. Dus het ging over het web. Het was een goed congres. Erg goed. Wat hij namelijk doet, hij doet telkens 3 talks van 20 minuten achter elkaar. In plaats van telkens hele lange talks van 50 minuten of zo. Ja. Dus dat dwingt sprekers eigenlijk om to the point te komen. En wat je vaak ziet bij langere talks is dat het heel lang gerekt kan zijn. Maar als je kijkt naar wat er nou gezegd wordt, dat best wel in 20 minuten zou passen. Ja, of in 5 minuten. Soms. Mensen zijn stom. Oké, tot ziens. Dus dit was een goed intensief congres. Cool. Dat was heel goed. En wat was de rode draad? Nou, of was er een rode draad? Er waren een aantal rode draden. Maar eentje die ik wel interessant vond was waar als je bij front-end development congressen komt, dan gaat het misschien wel 1/3 van de verhalen, of in elk geval gaat het altijd, een van de ondertonen is altijd toegankelijkheid. Dus het feit dat je iets voor het web kunt maken en dat ongeacht je abilities, dus wat je kan, hoe goed je in iets bent, dat je dat kunt gebruiken, of hoe slecht je in iets bent, dat we dat kunnen. Ja. En dat het een hele bijzondere eigenschap is van het web. En dat is dus iets waar front-end developers het altijd over hebben. Dat is een gegeven, dat is gewoon zo. Okay. Dat is wat we doen. Maar zijn jullie dan een stelletje Samaritanen bij elkaar? Of, stelletje hippies? Nou ja, dat zou kunnen, maar de hippies van het internet. Dat is wel leuk. Laten we zeggen dat we dat iets bijzonders vinden. We vinden dat, of niet zozeer bijzonder, we vinden dat gewoon fantastisch. Ik zelf vind dat fantastisch. Ja. Ik vind het web vind ik toffer dan papier, omdat wat ik maak op het web ook door blinde mensen gebruikt kan worden, zonder dat ik daar een aparte uitgave voor hoef te maken. Ah, oké. Okay. Dus dat is gewoon, dan kan ik gewoon hetzelfde voor gebruiken. Nou, dat vind ik fantastisch. Ja. Dus daar ging heel veel over. Maar er was één. Dus wij vinden dat vanzelfsprekend. Dat is ook iets wat we doen. Nou, trouwens, ik zeg nu wel wij, maar dat is helemaal niet waar. Maar een flink aantal front-end developers. Heel veel front-end developers zijn gewoon luie rotzakken. Het blijkt dus dat niet iedereen dat fantastisch vindt of vanzelfsprekend vindt. Oh. En er ging dus één verhaal ging over de business case of accessibility. Dus is er een business case te maken? Dus word je er rijker van? Bijvoorbeeld een marketeer kan het geen fuck schelen of iets toegankelijk is. Tenminste, dat is de aanname. Wat natuurlijk afschuwelijk is. Hè? Dat is zo vreselijk cynisch. Ja, tenzij je bijvoorbeeld SEO, accessibility ziet als SEO. Robots zijn wel belangrijk, maar mensen niet. Nee. Dat is een beetje waar het op neerkomt. Ja. Tenminste, geld is belangrijk, mensen niet. Ja, precies. Eigenlijk is dat ook wel wat je ziet. Dus het is cynisch, maar het is gewoon ook waar. Marketeers, want daar verdienen ze geld mee. Ze verdienen geld met de populariteit of de exposure. Ja, ik vraag me wel eens af. Ik snap het niet zo goed. Dus als je bijvoorbeeld ook kijkt naar een andere ondertoon was eigenlijk ook dat het web een beetje stuk gemaakt wordt. En dat
dat komt dus doordat... Ik denk dat dat komt doordat het niet zo goed begrepen wordt door onder andere marketeers. Ja. Ik weet niet of je wel eens probeert op je mobiele telefoon of nou ja, als je bijvoorbeeld een linkje ziet op Twitter, dat je daarop klikt, een interessant artikel of zo, ja, op je mobieltje. En wat krijg je dan? Dan krijg je later een pagina en dan gaat er eerst komt er een layover met wij gebruiken cookies. Ja. Dan moet je wachten tot je die weg kan klikken. Vaak lukt dat ook niet zomaar in één keer. Nee, want die heeft heel, zo'n heel klein accessible kruisje. En dan moet je nog... dan komt er ineens... Download onze app. Mm-hmm, ja. En dan verschijnt er boven een banner met download onze app. Ja. Als je die weg hebt geklikt. Super nuttig. Dus dat zijn allemaal van dat soort gekke... Notificaties heb je ook nog. Ja. En... Dan vraag ik me echt af, denken marketeers nou echt dat hierdoor de conversie omhoog gaat? Dat mensen blij worden hiervan? Dat mensen nu jullie brand vaker zullen gaan gebruiken? Want volgens mij zijn er gewoon eindeloze hoeveelheden statistieken die aantonen dat dat niet zo is. Nee. Dat juist mensen weggaan, dat ze nooit meer terugkomen. Misschien zal een percentage de app installeren, maar daarna gaan ze hem toch nooit meer gebruiken. Zoals ook weer uit alle statistieken blijkt, dat mensen misschien 3 apps gebruiken met enige regelmaat. Ja, precies. Dus, ja. Dus eigenlijk de hele UX wordt gewoon hartstikke kapot gemaakt door domme marketing. Dus het is echt domme aannames van als ik een schrijfje in alert toon, dan gaan mensen zich inschrijven. Maar mensen komen niet om zich in te schrijven voor een nieuwsbrief. Ze komen niet om een artikel te lezen. Misschien. Wellicht. Nou ja, dat is waarschijnlijk, want ze hebben op een linkje geklikt. Ja, nou, misschien dat ze wilden kijken of wilden zien of het wel of niet interessant was. Of er een nieuwsbrief was. Ja, en misschien dat ze pas... Maar dat kunnen ze nu niet zien. Nee, inderdaad. Ja, cookie meldingen, alerts, apps. De vraag is natuurlijk, hoe wordt het terwijl de UX helemaal gebroken wordt, who cares? Nou ja, zeg maar, I care. Omdat het web op deze manier stuk wordt gemaakt. De hele usability van het web is gewoon crappy door dit soort onzin. Dus door dit soort marketeers die beslissen van we moeten overal dit soort idiote pop-ups. Iedereen moet via e-mail onze website lezen of zo, whatever. Het is ook zo dom, weet je. Het kan ook eenvoudig. Want weet je, heel kleine dingetjes. Je hebt die cookies, heb je al, toch? Die mogen we gebruiken. Ja. Nou, denk ik dan. In plaats van meteen mensen lastig te vallen van schrijf je in. Waarom hou je niet even bij van... deze persoon is hier al de 4e keer. Blijft langer op de site. Leest aandachtig artikelen, kun je allemaal bijhouden. Ja. Daar heb je cookies voor. Ja. Daar zijn die dingen voor. Ja. Daar kan je een cookie waarschuwing voor gebruiken, want wij verbeteren de usability. Doe dat dan ook. Pas na 4 keer, na het lezen van een artikel, hey, wist je dat we ook een app hebben? Voor jou is die wellicht interessant, want we zien dat je aandachtig onze spullen leest. Ja, of dat je continu dingen aan het vergelijken bent op een e-commerce website. Zou ook kunnen, ja. Oh, het vergelijken gaat nog makkelijker op onze app. Of daar kan je het bewaren. Wellicht. Ik zie trouwens niet in waarom je daar een app voor zou gebruiken, want dat soort dingen kunnen prima ook op het web. Nou, ik zie... Waar ik in elk geval meestal een app voor gebruik, is dat het makkelijk dingen onthoudt. Het is razendsnel. Dus als je het opstart, dan zit je gelijk in zeg maar, het tooltje. Is dat zo? En met de meeste dingen, meeste apps die ik gebruik in elk geval wel. Okay. Dus het bookmark tool. Gelijk bookmark tool. Het lijstje wat ik vorige keer heb opgebouwd, staat er nog steeds. Yeah. Moet niet opgehaald worden. En misschien dat het wel synchroniseert in de achtergrond. Ja, eigenlijk wat dit zegt, is het zegt ook iets over de staat van web development. Dus onze webdevelopers, in plaats van dat ze goede websites maken, maken ze crappy layovers voor marketeers. Want dit soort dingen die jij nu zegt, die we kunnen met native, dat kan prima met web. Dat hebben we al lang. Dat is het local storage en dingen lokaal opslaan. En
tegenwoordig op Android heb je allemaal mooie dingen als service worker, waarmee je echt ook achter de schermen nieuwe content kunt ophalen. Dat kan allemaal. Ja. Maar we doen het niet. Nee, want we maken layovers voor marketeers. Ja, maar we maken het web crappy. Het is echt waar. We verdoen onze tijd met rotdingen, met UX slechter maken. Ja. Maar, want ik heb er pas geleden, ik was echt boos. Want ik was op een krant, we rijden toevallig net langs die krant. Ja. En die had dus JavaScript ingeladen. Ik heb Ghostery, daar kan je zien wat er allemaal wordt ingeladen. En er worden 42 JavaScripts, externe bestanden worden ingeladen. En dan zou je zeggen van, nou, misschien is het een fontje of weet ik voor wat, om het sneller te maken of CDN's of weet ik voor wat. Maar dan staat er ook achter wat het allemaal is. En dan staat er beacon, hè, dus van, oh, we volgen je een beetje over allerlei websites. Analytics, 5 soorten analytics. Oh my god, wie wil weten? Ja, 5 soorten. 5 soorten. Dat is maar over onzekere mensen gesproken, weet je wel? Nou, we kunnen Google niet vertrouwen, maar misschien alle 5 de andere mensen die geld verdienen met jouw leugens verkopen. Oh, sorry. Met jou informeren over je bezoekersgedrag. Misschien dat die wel de waarheid kunnen vertellen. Of dat je het in ieder geval aantekeningen kan vergelijken. Ja, en dat is zo. Dan denk ik van, ja, voor wie maak je dat ding nou? Maak je het voor jezelf? Ben je een soort van onderzoekstool aan het bouwen? Of ja. Misschien is dat ook wel zo, hoor. Maken ze het inderdaad voor de adverteerders? En als lezers het kunnen lezen, is dat leuk meegenomen. Wat er is gebeurd daardoor, door dit soort dingen, is dat het web eigenlijk gewoon een klote medium wordt. Het wordt gewoon stuk gemaakt. Ja. Want het laden van al die dingen, het is niet alleen dat het onzinnig is om al die dingen te laden, want het slaat nergens op om 8 verschillende analytics tools te hebben. Ja. Ik bedoel, de kans dat ze niet laden wordt daardoor alleen maar groter, dus de analytics worden alleen maar onbetrouwbaarder. Ja. Maar je maakt daardoor ook gewoon het webstuk. En ja, wat bedoel je daarmee? Dat bedoel je zeg maar die eigenschap van dat iedereen er gebruik van kan maken. Bijvoorbeeld, maar ook dus doordat de usability zo crappy wordt, vinden mensen het een rot medium. Ja. Dus de sites worden traag door al die scripts, nodeloze scripts. Ja. En dan kan je nog zoveel congressen voor front-end developers organiseren waarin we het allemaal met elkaar eens zijn. Van ja, we moeten voorzichtig zijn met het web en we moeten zorgen voor dat het web super snel is. Mm-hmm. Maar als marketeers dit soort onzin op hun sites willen, dan zal dat nooit gebeuren. Ik heb er een beetje genoeg van. Ja. Ja. Dus hoe zorg je ervoor dat daar een omslag komt? Zelf altijd, want dat die sprekers die op front-end congressen spreken, dat die op congressen voor marketeers moeten praten en op congressen voor designers. Designers die komen naast al die crappy scripts, heb je natuurlijk ook nog fullscreen background video wat ineens moet op elke website. Ja. Dat is heel mooi. Prachtig. Als het laat. Zitten die mensen nooit in de trein? Nee, inderdaad. Rijden die nooit langs Apkoude met de trein? Ik bedoel, hallo. Zelfs met 4G heb je daar geen verbinding. Staan die nooit in Utrecht hele, centraal? Of in die gul naar Rotterdam toe. Ja, van Amsterdam naar Rotterdam. Een soort van bereikvacuüm. Ja, dat is zo. En vooral ook dat die pagina's wachten. Ik denk, het lijkt soms ook dat de techniek waarin het gemaakt is. Ja. Dat het heel erg zo van, ja, nee, maar wacht even jongens. Ik moet op alles wachten voordat we ook maar iets kunnen laten zien. Of de tegenpol ervan, want niks is goed natuurlijk. De tegenpol ervan, elke keer als iets geladen wordt, dan gaan we het even opnieuw renderen. Zodat als je dan op een linkje wil klikken, dat is een soort van spelletje wordt. Ja, super irritant. Ja. Eigenlijk, het web wordt alleen maar slechter. Gemiddelde grootte van een webpagina is nu geloof ik 2 MB. Jezus mensen. Dat is krankzinnig. Ja. Ik bedoel, wat is het nou? Een stukje tekst, weet je wel? Maar ik zie dat ook in CSS. Bijvoorbeeld
2013, dat is een thema van WordPress. Ja. Nou, ik was daar laatst eens in het, aan het grasduinen. Ik dacht van, nou, ik wil een beetje aanpassen. Ja. En dat is een CSS van meer dan 1500 regels. Belachelijk. En toen dacht ik van, waar komt het dan vandaan? En het bleek, de opbouw leek, hoe heet dat ook weer, SAS of iets dergelijks? Ja, ja. Een soort van SAS-opbouw te zijn. Ah, ja, ja, ja. Dus hoe heet het netjes met, oh, dit gaat over de layout en dit gaat over de typografie en dit gaat over de menu's. Maar, ja. Ja, ja, geen gebruik maken eigenlijk van de cascade of zo. Ja, nee, de eenvoud leek in elk geval ver te zoeken. Ja, ja. Misschien was het gewoon om alles super compatible te maken. Ja, kijk, dat is het natuurlijk. Een WordPress theme moet op zich alles kunnen. Ja. En dat is een beetje, dus als je je eigen WordPress theme maakt. Maar goed, wie maakt nog zijn eigen WordPress theme? Nou, ik was heel erg geneigd om even van scratch te beginnen. Ja, ik doe dat ook altijd. Voor mij is het niet zo'n probleem. Maar ja, aan de andere kant, als je een kleine onderneming bent, moet je dan een duur iemand als wij inhuren om een goed WordPress theme te maken voor een paar duizend euro, of zou je gewoon kant en klaar voor $50 een prima theme kopen? Ja. Wat is het verschil? Wat merk je daarvan? Nee, helemaal niks. Denk ik. Weet het niet. Ja, dat is dan ook de vraag, zeg maar, is het dan voor jouw bedrijfje, is het web dan ook je primaire manier van praten met je klanten? Want dat is natuurlijk meestal niet zo, tenzij je echt een webwinkel hebt of zo. Ja, ja, ja. Maar ja, ik zie... Maar zelfs bij webwinkels denk ik, nou ja, de standaard themes van standaard softwarepakketten. Ja. Ja. Ik weet... Ja, een beetje vlees nog vis, hè? Ja, maar ik denk toch dat het voor veel webshops... Ja, ik weet het verschil, maar ik begin daar een beetje over de... Dat is een beetje met die automatisering van, worden we weggeautomatiseerd, vind ik een interessante vraag. Ja. En ja, op sommige punten wel. Dus bijvoorbeeld, ja. Of misschien niet helemaal geautomatiseerd, maar er is niet echt meer een reden om of nou ja, ik denk dat je niet meer een bestaan kunt opbouwen langdurig als WordPress theme bouwer. Nee. Want de concurrentie met kant-en-klare themes is gewoon te groot. Die zijn goed genoeg. Ja, zeg maar. Dat gaat je niet lukken om daar een langdurige business mee op te bouwen. Maar je zegt van, ja, we moeten dus nieuwe manieren vinden om als frontender aan de slag te kunnen? Ja, of, nou, ik, niet specifiek frontender als webdesigner. Ja. Ja. Nou ja, en ik denk ook, het gaat ook wel verder, hè, dan alleen maar... Maar je had het nu over gewoon het web en esthetiek op het web, dat daar zijn we al uit, er zijn regels over en dat kan je allemaal automatiseren, net als de grid bijvoorbeeld pretendeert. Ja, een hoop van die dingen kunnen. Ja. Overigens, ik hoor een hoop mensen over de grid. Oh, ik zelf heb het er ook vaak over, maar ik heb nog nooit een resultaat van de grid gezien. Nee, ik ook niet. Het is een beetje de belofte, hè? Even kijken hoor, gaan we naartoe. Oh ja, dat vraag ik me ook af. Ik moest eigenlijk rechtdoor. Maar goed, het is vast ook goed. Ja, gewoon willekeurige kant op. Ja. Sneeuwt het nou? Ja. Nou, kijk maar even in kant B, dan kan je het zien. Maar goed, ja. Ja, want ik had het dus, pas geleden had ik een artikel geschreven op mijn eigen blog. Ja. Die er gewoon lekker basic uitziet, want ik vind dat het eigenlijk voornamelijk leesbaar moet zijn. Ja. En daar had ik het juist, daar had ik het weer over het automatiseren van hoe je met klanten omgaat. En dat... kijk. We gaan even naar de gek zie je. Dat is de uitgang. Ik weet niet waar. Hier is de uitgang, denk ik ook weer. Ja. Weird. We gaan even onze weg vinden eerst. Maar ga door, ja. Daar had je het over. Ja, ik had pas geleden dat ik dus een skateboard gekocht, want ik ben 40. En dan, dat is het moment om je eerste skateboard te kopen. Ik was helemaal gevangen door hoe Penny, dat is het betreffende bedrijf, hoe zij dat deden.
En met name hoe ze de verfilmend doen, zoals dat mooi heet. Hè? Dus het opsturen en je op de hoogte houden. En hoe wordt het een leuk verhaaltje in zeg maar, de verpakking, et cetera. En daar was ik zo door gevangen. En ik werd er blij van. Hè? Ja, een beetje, je krijgt een mooie doos en er zit een oorkond in. En een natuurlijke product en dat ziet er ook prachtig uit. Ja. En ik denk zo, waarom kan ik alleen maar zo blij worden van fysieke producten zoals je die koopt van een winkel of van een maker. Hè? Dus iemand die daadwerkelijk in dit geval skateboards maakt. Yeah. Waarom kan het bijvoorbeeld niet een dienstverlener zijn? Zoals bijvoorbeeld een nieuwsvoorziener of een financiële dienstverlener. Dat of, kan toch ook wel? Weet ik voor wat. Je, maar het gebeurt toch niet. Ik ben nooit blij. En eigenlijk hoe dat komt, en dat was ook ik ben wel vaker een blij, mooie niet quote gewoon. bij op het congres, dat was de reden dus waarom dit zo is, dat is omdat 90% of everything is crap. Ja. En dus blijkbaar is maar 10% goed. Dat is een of andere wetmatigheid van een of andere science fiction schrijver. Okay. Dus die kreeg de vraag ooit van waarom is maar 10% van alle science fiction zo goed? Toen zei hij 90% of everything is crap. Oh. En dat is eigenlijk ook wel zo. Het wordt wel langzaam beter, maar daar wennen we ook aan en dan is het eigenlijk ook weer crappy. Maar zeg je nou dat ik blij ben geworden? Gewoon puur omdat het zo schil afsteekt met de rest? Ja, waarschijnlijk. En dat ik er maar aan moet wennen? Nou ja, nee. Ik bedoel, dat is natuurlijk wel iets wat wij als ontwerpers moeten blijven ambiëren. Om de boel beter te maken, denk ik. Ja. Maar hoe kan je dat dan doen als dienstverlener? Door dit soort dingen als wij doen. Lullen tegen marketeers. Ja. Lullen tegen ontwerpers. Vertellen wat je goed vindt. Vertellen wat je niet goed vindt. Dat soort dingen laten zien. Dat was ook iets, een soort meeting die ik nu laatst met een aantal, die hoorde ik op een ander congres weer, van Jeffrey Wien. Die hield meetings met zijn Typekit crew toen hij daar nog werkte. Ja. Dat waren quality meetings, waarbij verschillende disciplines, eens in de week of eens in de twee weken, presenteerden wat zij goed vonden. Niet zozeer van zichzelf, maar wat ze in de wereld hadden gezien. Wat is kwaliteit? Ja. Zodat je van elkaar begrijpt waarom iets goed is. Dus het zou super interessant zijn om bijvoorbeeld eens een keer een marketeer en een front-end developer samen te zetten. Of een marketeer en mij samen te zetten. En dat een marketeer uitlegt waarom 10 pop-ups over de content een goed idee is. Weet je, waarom je daar zo enthousiast van wordt. Maar dat klinkt meer als een pitch dan iets anders. Nou ja, het gaat er dan om dat je binnen een organisatie begrijpt wat goed is. Dus wat ik vaak zie is dat er niet begrepen wordt waarom bijvoorbeeld toegankelijkheid belangrijk is. De vraag die ik meteen krijg is, ja maar hoeveel mensen zijn er nou blind? Ja, daar gaat het helemaal niet om. Daar gaat het niet om. Dat gaat over een stukje kwaliteit. Wat vinden we goed? Wanneer is iets goed? Ja. Wanneer kan je met recht zeggen, ik ben hier trots op. Dit is fantastisch wat ik heb gemaakt. Ja, nou misschien is dat dan. Want, nou goed, met dat voorbeeld van het skateboard erbij. De reden dat ik het goed vond, of waarom ik zo zat was aan het genieten was omdat het beter was dan ik verwachtte. Ja. Weet je wel, omdat er onnodig leuke dingen in zaten. Yeah. Het was echt onnodig. Ze hadden helemaal geen mooie doos eromheen hoeven te doen. Maar ze deden het wel. En dat was gewoon fijn. Weet je wel, het was een mooie zwarte doos met pinstreepjes en een logo erop. Yeah. En aan de binnenkant stond Since Forever in plaats van Sinds 1940 of zo. Yeah. En dan ik word er dan sowieso blij van. Maar misschien heb ik een lage grens, maar ik denk misschien is dat dan ook een definitie van kwaliteit, is dat het mooi gemaakt wordt in kleine finesse en dat het van daaruit soort van inherent mooi wordt. Sorry, dus net iets te vaag. Maar dat is toch eigenlijk ook wel, want dit zijn dan handgemaakte dingen waar je het over hebt, maar Apple doet dit al jaren, toch? Ja. Als je daar... En die hebben dat ook, die maken het ook. Die maken mooie dingen, maar dat is hartstikke geautomatiseerd. Dat is helemaal niet persoonlijk. Nee, inderdaad. Maar
Nou, soort van. Dat is zo'n quote uit een interview met Steve Jobs. Nou, we hebben niet al te veel quoten, maar deze vond ik wel leuk. Is dat hij een gesprek had met zijn vader en het hek moest geverfd worden. En hij dus was dus druk bezig met het hek aan de buitenkant aan het verven. Zodat iedereen die buiten liep kon zien van, oh, een mooi geverfd hek. Ja. En in de binnenkant had hij ook wel geverfd, maar dat had een beetje een haastklusje van gemaakt. Ja, ja, ja. Dus zijn vader die zei van, nee, de binnenkant die moet ook goed geverfd zijn. Ja, ja. Want dat is kwaliteit. Dat is zeg maar, dat is iets waar jij ook van kan genieten. Ja. En ik denk dat dat het waar is, zeg maar, als je dus zo nadenkt over je product. Ja, dus dat de binnenkant en de buitenkant netjes geverfd zijn. En misschien... Het gaat ook over alle details, ja. Die moeten gewoon goed zijn. Ja, nou ja, of gewoon de basis. Hè. Dus dat je zegt van, oké, bijvoorbeeld voor marketeers. Hè. Dus als je geklikt hebt en je hebt iets gekocht, of eigenlijk ook verkopers. Ja. Vanaf dat moment heb je mijn geld. Dus waarom zou je daar nog energie in steken? Hè, in de rest. Maar als je dat wel doet, oh my god, dan kom ik vaker bij je terug. Ja, En als dat met aandacht gebeurt en met een knipoog of persoonlijk, of mag ook geautomatiseerd als het maar in orde is. Ja, maar dat is ook vaak helemaal niet zo moeilijk. Nee, nou... Nou ja, tenminste, dat denk ik dan. Maar er wordt gewoon aandacht besteed aan de verkeerde dingen. Ja. Dus inderdaad, het moet... Het is niet moeilijk, maar het kost moeite. De schijn moet bling-bling zijn. Ja. Maar een heleboel details worden dan over het hoofd gezien. Ja. Want daar is geen tijd meer voor. Dat viel me altijd op dat bij... een hoop creative consultants die gingen dan vroeg in het proces gingen ze vertellen, ja, dan gaan we swipen en animaties, alsof dat de basis is van wat er moet gebeuren. Nee, dat is eventueel, als het blijkt dat jouw budget hoog genoeg is, kunnen we over dat soort dingen gaan nadenken. Ja, kunnen we het maar cool maken. Maar in eerste instantie moeten gewoon 1000 verschillende details tot in de perfectie uitwerken. Alleen dan pas wordt het tof. Ja. En als je daarna nog dingetjes van die toffe dingetjes als animaties wel doordacht kunt doorvoeren. Ja, maar... daar zit hem in. Hè? Dus ervoor zorgen dat het niet stuk gaat, maar dat beter wordt. Ja, precies. Ja. Ja, het is een... Ja, dat is een van de woorden die progressive enhancement. Misschien moet dat gewoon op de wereld toegepast worden. Ja, maar het gekke is dus dat progressive enhancement wordt begrepen als het gaat over dingen als natuurlijk ziet een website er anders uit op een klein scherm dan op een groot scherm. Vanzelfsprekend. Ja. Maar wij vinden animaties blijkbaar niet een enhancement. Dat is een essentie. Dat soort dingen kunnen we... Daar hebben heel veel mensen moeite mee om dat als een toevoeging te zien. Ja, precies. Zien dat als oftewel dus dat de step-down daarvan, dat die nog steeds waanzinnig goed kan zijn. Aan een hoop ontwerpers zou je kunnen vragen, wat vind je belangrijker? Ik vergeet gewoon een afslag. Nou ja, whatever. Ik wilde naar de wasstraat. Oh. Doe een rondje. En dat je zegt van, waar had ik het over? Nou ja, als je eens vraagt, wat is belangrijker, de content of een animatie, dan zouden een hoop designers zeggen, nee, zonder animatie heeft het geen zin. Ja, oh, wat hilarisch. Denk ik. Ja, nee, niet als je die vraag waarschijnlijk zo stelt, nee. Maar het is wel bijzonder belangrijk. Ja. En waarschijnlijk ook... ten verveur van andere dingen. Waarschijnlijk niet de content dan, maar andere content gewoon ergens anders. Ja. Die op dat moment nog niet in het oog zijn. Of bijvoorbeeld de e-mail om te bevestigen dat iets gebeurd is. Weet ik voor wat. Ja, ja, maar ook dat kan gewoon inderdaad hartstikke vriendelijk en simpel. Ja. Ja. Maar... Nee. Of gewoon nadenken over of je... Dat je een adres vraagt voor een digitaal abonnement. Dat die velden daar niet verplicht zijn. Ja, of sowieso pas verplicht maken nadat je zeker weet dat je niet aan die velden kunt komen op een andere manier. Dat vond ik altijd als je... Ja, vraag het gewoon. Zo van, dan wil je je adres achterlaten en dan krijg je dit. Maar bijvoorbeeld ook voor... laatst kocht ik Sugru. Ja. Een soort van het kleedbare plastic. Ja. Plak klei en
leuk bestelproces, hartstikke vriendelijk en zit goed in elkaar. Ja. Maar ik moest eerst mijn adres invoeren en daarna mijn betaalmethode kiezen. Terwijl, als was gebleken dat ik PayPal had gekozen als betaalmethode, hoefde ik mijn adres niet te invoeren. Dan hadden ze hem al. Ja. Ja. Ja, dat zie ik ook. Dat zijn dan van die simpele dingetjes. Ja. 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 Ja, sowieso hoe mensen... misschien zijn dat dan ook zo van de default instellingen, weet je wel? Dat hoe het in het verleden werkte, dat nog iets is waar mensen zich heel erg aan vasthouden. Dus de eenvoud waarin we tegenwoordig dingen doen, dingen bij PayPal betalen, waar al een heleboel gegevens beschikbaar zijn. Ja, dat wordt ook wel, daar had Luke Wroblewski een hele mooie grafiek van. Ja. Van we werken al 30 jaar, in elk geval 20 jaar maken we al websites. Ja. En dat was altijd voor desktop. En toen ineens kwamen kleine schermpjes, andere type schermpjes. Dus we have a lot to unlearn, zo noemen wij dat. Ja. Dus we hebben heel veel, doen we vanzelfsprekend. Maar we moeten daar kritisch naar kijken, van is dat inderdaad wel de goede manier? Ja. Ja, en voor hetgeen wat we hebben gemaakt, we have a lot to unfuck. Ja. Maar ja, dat is dus, om de een of andere reden blijkt het dus gewoon behoefte te zijn aan 90% crap. Dus ja, dat is nog lastiger dan... Jongens, dat is wel een beetje cynisch, hoor. Hey, mag je trouwens iets vragen? Je had net over Luke... zijn achternaam. Luke Wroblewski, ja. Vind ik altijd een beetje... Hij noemt zichzelf ook Luke W, ja. Oh ja. Nou, Luke W, die werkt tegenwoordig bij Google, correct? Dat weet ik niet, maar het zou kunnen. Want ik zie hem inderdaad van die grafiekjes sturen en dat ziet er allemaal heel erg leuk uit. Maar ik heb een keer gevraagd om sourcing... Zo van, want het zijn allemaal nogal opzienbarende uitkomsten. En dan zeg ik van, nou, waar is de bron dan? Ja. Dus ik kijk op zijn blog. Nee, daar is niet te vinden. En dus ik heb het hem gevraagd, maar hij geeft helaas geen antwoord. Nee. Maar ik vind het wel een beetje gevaarlijk wat hij daar doet. Dat hij, omdat hij bij Apple werkt en nogal een autoriteit is op dat gebied. Dat hij zomaar wat hij dan claimt als feiten loopt rondstrooien. Ja, dat is inderdaad een beetje... Ik vind het een beetje onzorgvuldig van hem. Maar ik begrijp ook niet wat hij wil bereiken hiermee. Het lijkt een soort van leuke feitjes. Maar... Ja, kijk, hij heeft gewoon een bepaalde... hij wil iets. Hij wil dat we... Bijvoorbeeld een tijd terug. Wat wilde hij een tijd terug doen? Misschien publiceert hij inderdaad gewoon cijfers die aantonen wat hij wil. Ja, precies. Ja, dat is volgens mij ook wel zo. Maar dat zou je dan heel graag willen kunnen zien, weet je. Zo van, dat is inderdaad... Ik heb ook wel eens... Ik ben een keer geblokt door een gast. Die had een of andere... was een waanzinnige... het gaat over plaatjes op het web. Weet je, plaatjes zijn heel groot. Ja. En die maken het web traag. Ja. En hij had een hele mooie... oplossing gevonden waarbij als je een plaatje groter maakt, dus fysiek, dus meer pixels, maar hem dan ook minder in een hele lage kwaliteit opslaat, JPEG, dan wordt hij kleiner dan een klein plaatje, maar als je hem daarna kleiner toont, dan ziet het er haarscherp uit. Ziet het, ja, dat klopt ook wel, geloof ik. Het zou kunnen. Ja, ik en heb dat ook een keer gedaan. Dat had hij gewoon gepubliceerd en dat liet hij zo zien. Ja. Dus ik vroeg toen, wat zijn je bronbestanden? Want ik wil het kunnen nabootsen. Ja, precies. Dat is gewoon wetenschap, is dat. Ja, dat het origineel erbij levert en zo. Ja. En toen heeft hij me geblokt op Twitter in plaats van dat te doen. Toen dacht ik... Sympathiek. Wauw, geloofwaardigheid min 1000. Ja, precies. Begint het ineens een beetje een gek verhaal te worden. Dat is inderdaad. Ja. Dat is opvallend. Ja, het hartstikke goed waar kan zijn. Ik wilde het gewoon eventjes verifiëren. Van, klopt dat wel? Ja. Verschillende tests wilde ik er ook mee doen. Kijken of er andere dingen uit te vinden zijn en zo. Ja, dat is wel het gevaar van... gevaar. De eigenschap van Twitter is dat... de toon waarmee je dingen zegt, die worden
die kunnen heel makkelijk verkeerd opgevat worden. Ja, mensen worden boos. Ja. 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 Weet je wel, als ze dan in de mode zitten van, oh, je krijgt kritiek op. En dat ze dan dat je vriendelijke aantekening zoals dat stuurt. Oh my god, blok. Ja, ja dat is wel weird inderdaad. Hé, hey, trouwens, vorige keer zeiden we dat, of begon ik de Wasstraat met dat we het web uit kunnen zetten, want we hebben Facebook. Oh ja. Nou, er is een reactie op gekomen. We kunnen het nu het web uitzetten en Facebook uitzetten, want het web is eigenlijk Apple. Hoe heet het? Pas geleden, vorige week, twee weken geleden of zo, was er de developer conference. En daar heeft Apple zowel voor muziek als voor publicatie eigenlijk hetzelfde gedaan als, als Facebook heeft gedaan. Namelijk, kom allemaal maar bij ons. Bij ons kan je alle media ooit kwijt. Ja, ja, ja. En alle consumenten, jongens, wij zijn je one-stop shop voor alle soorten media. Ja, ja, ja. Inclusief de leuke video's die jouw YouTube-artiest maken. Daar, die kan je ook allemaal bij ons vinden. Ja, ja. Erg opvallend. Het lijkt erop dat iedereen, zeg maar, iedereen probeert silo's te creëren. Ja, ja. Iedereen is achter ons, achter onze waardes aan. Maar iedereen valt er ook voor. Dat vind ik zo gek. Iedereen gaat erin mee. Ja, iedereen valt over. Zeg maar, iedereen struikelt om daaraan mee te doen. Laten we dat gaan doen. Ja. Ik vind dat toch een beetje. Behalve contentmakers, die lijken al hier en daar nog een beetje cynisch te zijn. Toch. Ach, behalve de muziekmakers, want die willen gewoon van het gedonder af zijn, zo lijkt het. Toch gaan de contentmakers in de grote contentmakers gaan mee met Facebook, gaan mee met Apple. Ja. Nee, ze zien dat zij gewoon in essentie zijn Facebook en Apple zijn gewoon grote uitgevers geworden. Ja. Ze zijn de kiosk van tegenwoordig. Ja. Of de RSS-reader. Het is ook is wel grappig. Ik probeerde. Het gerucht gaat dus dat Apple de RSS aan het wegfaseren is. Dus dat ja, geen ding meer is. Hè, de manier waarop je nieuwtjes van websites kan volgen. En ik heb me ingeschreven voor dat publicatieplatform van ze. Want het leek me wel interessant. Ja. Om eens te zien hoe dat werkt. Dus ik heb verse content heb ik erop gezet. En de vraag is dus om je RSS-feed. Want er is gewoon nog geen andere oplossing. Ja, om updates. Geen gestandardiseerde. Ja, je hebt allemaal inderdaad. JSON, maar dat is allemaal, mag je zelf verzinnen, net als XML. Ja, precies, ja. Verzin maar zelf een lekker lettertje ervoor. Ja, maar er is inderdaad geen structuurafspraak nog voor. Nee. Ja, waarom zou je ook? Want het RSS is gewoon een prima formaat vooralsnog. Dat is het ook. Maar goed. En het is standaard. Maar hoe ze dat hebben gedaan, dus hoe zij zeggen van, oké, wij worden de reader van alle soorten media die jij interessant vindt. Ja. Dat vond ik wel een mooie eigenlijk. Het zag er wel prachtig uit. Het leek een beetje op Flipboard. Oh ja. En nou, super visueel, zelfs animaties, zoals ze dat ook bij iBooks pretendeerden. Dus de e-learning hoek zou dan ook super en wat misschien nog worden. Wel belangrijker is, niet elke keer dat je een nieuwspagina bezoekt, krijg je banners. Banners en pop-ups. 50 miljoen banners. Nou, dat schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Krijg je niet elke keer dat je een webpagina bezoekt daar. True. Dat zijn zulke simpele dingetjes waarom dit een succes zou kunnen worden. Ja. En dat zijn ook allemaal dingetjes die we zelf ook kunnen. Daar hebben we helemaal geen Apple voor nodig. Kun je toch zelf ook verzinnen? Blijkbaar voorzien, wel. Blijkbaar hebben we een of andere blijkbaar laten wij het liggen. Ja. Hoe wordt het een dinosaurus? Nee, geen dinosaurus. Maar echt een hele grote entiteit nodig. Die zegt van, jongens, we doen het eventjes op de manier zoals het hoort. Ja. Eigenlijk zoals zij ook de iPod en weet ik wat, de iPhone hebben gedaan. Al dat gerommel in de marge, waar zijn ze maar zat en dan doen ze het maar zelf. Precies, niemand, als niemand anders het goed doet, dan doen wij het wel. Ja, overigens, er zitten wel advertenties in. Niemand die het zag waarschijnlijk, maar ik heb zelf niet naar gekeken. Er zijn advertenties in die publicatie. Alleen is het een beetje waarschijnlijk zoals Facebook dat doet. Hè? Dus in plaats van dat het onder elk artikel moet, omdat elk artikel een autonoom ding is voor iemand die publiceert, kan het, zeg maar, in de experience opgevangen worden. Dus wordt het op een plek waar het relevant is. Ja, en ook alleen relevante ads. Ja. Dus
En je schijnt er ook gewoon goed mee te verdienen als publicatie, als uitgever, zeg maar. Of in ieder geval 100% van de revenue gaven ze aan. Maar goed, of het de oplossing is, ik heb Apple op dat gebied ook nog wel een paar keer goed op zijn snuffert zien gaan. Dus ik weet het eerlijk gezegd niet. Nee. Nou ja, de oplossing voor online publiceren is er nog niet, nee. Nee. Dus dat. Ja. Ja. Nou ja, ja, ik vind het dus een beetje... Het is een beetje treurigmakend, vind ik. Dat we dus blijkbaar zulke crappy dingen maken op het web. Zelfstandig dat we dus richting dit soort silo's gedwongen worden die het blijkbaar wel goed doen. Die wel doorhebben wat mensen willen. Ja. En silo's die... Het is een beetje een nachtmerrie scenario voor mij in elk geval. Als je kijkt naar Azië bijvoorbeeld, dat daar zijn bijna geen websites. Daar gebeurt alles via Alibaba. Ja. Alles. Ja. Er is geen Amazon.com in Azië. Er is Alibaba.com/Amazon. Ja. Ja, want het is gewoon één ding. Het is allemaal één ding. Dus je gaat dan niet naar het web, je gaat dan naar... Je gaat naar Alibaba. Dat is verschrikkelijk. Dat wil je niet. Dat is niet open. Dat zijn dingen die zijn gesloten. Dat is juist het mooie van het web, dat alles ermee kan. Ja. Dat heb je juist niet bij dat soort gesloten dingen. Maar het grappige is, wat zij doen, ja, dat doen zij ook wel echt verdraaide goed schijnt. Ja, want die integratie, ja, dus in China heb je blijkbaar een cultuur dat mensen na hun 18-uurige werkdag, dat ze daarna nog voor zichzelf lopen te klooien. En dat ze met de dingetjes die ze maken, bijvoorbeeld wel kledingselecties of kraaltjes of wat dan ook. Ja, dat ze daar geld mee verdienen. Ja. En daar maken ze foto's van. En dat zetten ze ook op Alibaba. En dan hebben ze sociale commentaren van de vrienden. En dat zit ook op Alibaba. En ja, dan kunnen ze het verkopen inderdaad. En dat is ook via Alibaba. En dat geldtransities gaan ook via. Dat is allemaal mooi. Of nou ja, ik weet niet of het mooi is. Maar het is in elk geval een geïntegreerd idee. Waardoor het gewoon lekker loopt. Ja. En dat is natuurlijk wel ook een beetje des webs. Dat dingen gewoon makkelijk met elkaar te integreren zijn. Ja. Alleen op een of andere manier denken iedereen in de westerse wereld, of in elk geval niet China, die denken van ik heb het beste idee ooit en iedereen moet bij mij zijn om alle dingen ooit bij mij te doen. In plaats van dat ze zeggen van nee, wij zijn een radertje in het geheel en door goed te integreren met de rest gaat het goed komen. Dus denk bijvoorbeeld aan die apps waarmee je dingen kan kopen, Pinterest of iets dergelijks. Die zouden gewoon een PayPal-integratie aan kunnen gaan. Maar zowel PayPal als Pinterest, of die hebben er niet over nagedacht van hoe kunnen we die integratie super maken. PayPal toch wel? Ja, PayPal misschien wel, omdat zij er belang bij hebben. Ja. Maar iedereen die denkt van nee, wij willen een eigen checkout flow, want al die data die eruit komt, dus die willen wij ook allemaal zegt, bewaren. Je zou niet een eigen site moeten nemen, je zou gewoon naar Aziatisch model moeten kijken van welke platformen er zijn en daarop gaan zitten. Dus... Ik denk dat het tegenbod van de Alibaba's van deze wereld, en dat is dus ook de Facebook's en de Apple's van deze wereld, is niet meer nadenken over een plek waar jij je spullen neerzet, maar nadenken over een dienstverlening die jij maakt. Hè? Dus als dat het schrijven is van leuke blogjes, dat dan je dienstverlening is. En het maakt eigenlijk niet uit waar het uiteindelijk terechtkomt, als het geregeld krijgen dat mensen ernaar kunnen kijken, want dat is wat je er graag mee wil, zolang dat maar geborgd is, weet je wel. Dus misschien betekent dat dan wel dat we naar een API of een API first web gaan. Ja, dat is er een beetje wat we ook wel hebben. Je ziet steeds meer slimme of in elk geval open API's die je kunt gebruiken. Ja. Het is natuurlijk ook webdesign is steeds meer het samenkoppelen van verschillende API's. Waarom zou je dingen zelf maken als het er al is? Ja, dat en misschien maakt dat het ook de ultieme is dan plotseling maar je die hebt integratie daarbij, ik dan denk ook. Daar heb je twee verschillende benaderingen van. Mm-hmm. Je hebt de
Unix-benadering en je hebt de Office-benadering. Of de Microsoft-benadering. Ja. Microsoft die zei, of met Office en Adobe doet het met Photoshop en dat soort pakketten. Wij doen alles, mm-hmm. zodat je 100% afhankelijk bent van ons product. Ja. En de Unix-gedachte is, ik maak één stukje software wat één ding super, super, super goed kan. Ja. En als je iets anders wil, dan zoek je er een ander stukje software bij. En dan maak je samen dat product wat je wil. Ja. En ik denk dus dat eigenlijk... Dat is wat we een beetje op het web doen. Door het koppelen van die verschillende API's heb je een beetje een soort van Unix-gedachte. Ja. En wat natuurlijk dingen als Facebook willen, is eigenlijk... de Office-gedachte, 100%. Ja, en ik denk dus dat er een middenweg is die iedereen vergeet. Want al die leuke features, hè, dus als er nu een nieuwe start-up is en live gaat, dan denkt iedereen van, jezus joh, dat we daar nooit aan hebben gedacht. En plotseling zijn ze dan maanden kwijt om eventueel die functionaliteit na te maken. Ja. Terwijl als je dus eerst nadenkt zo van, hè, bijvoorbeeld dat integratie van al die diensten, als dat nou ook een dienst is, hè, dus, yeah. dus zeg maar wat Facebook nu zegt van, wij doen alles, yeah. En dus, hè, dus moet je bij ons wezen om een wordprocessor te hebben en alle andere wordprocessors die zijn niet goed. Yeah. Als zij nou hebben gedacht, van, nou weet je wat, wij integreren functionaliteit van bijvoorbeeld een AI writer. En dat wij ervoor zorgen dat dingen makkelijk uit te wisselen zijn en dat ze goed synchroniseren en dat er ook een webvariant van is. Als ze zich daarop richten, dan hoeven ze niet na te denken over alle nieuwe functionaliteiten. Hoeven ze alleen maar na te denken over hoe die dingen mooi met elkaar kunnen integreren. Ja. Maar ik geloof dat die analogie een beetje scheef is gegaan in de loop van het verhaal. En daar geloof ik best wel in. Ik geloof namelijk, als je naar volledig responsive gaat, ja, dan maakt het eigenlijk niet uit wat voor medium je kiest. Of het nou een telefoon is, of een groot scherm, of een behang op je muur. Of een behang op je muur, of een horloge aan je pols. Ja, dat is oninteressant. Die content, dat is hetgeen wat jij probeert aan de man te brengen. Of die banner, dat is wat je probeert aan de man te brengen. Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Het is een gedachte die... die nog maar zijn plek moet krijgen op het web. Ik weet niet waar we ermee moeten. Wat wel lijkt te zijn is dat iedereen die dus die hele grote platformen maken, dus de Alibaba's en dus ook blijkbaar Google of Apple, dat ze echt heel erg naastig op weg zijn naar of op zoek zijn naar al jouw data. Dus dat hetgeen is wat dus zo'n ecosysteem maken is eigenlijk alleen maar interessant als zij al jouw data krijgen. Ja. Dus dat ze je rond kunnen volgen door alle dingen die jij doet ooit. Ja. En dat is vanochtend zag ik dus een artikeltje dat Google Chrome, dat Google in Chrome een soort van blackbox dingetje had gebakken wat continu luistert naar jouw stem. Dus wat? Iedereen die Chrome heeft draaien op zijn computer, dat zijn allemaal microfoons tegenwoordig waar informatie wordt gestuurd naar het thuisfront, dus google.com. En dat is... Als je het aanzet? Nee, nee, nee. Het staat bij default staat het aan. Het is natuurlijk gemaakt om Google werkzaam te maken. Te geven, ja. Maar het luistert gewoon. En niemand die zegt... precies wat jij zegt, er wordt niet gevraagd aan je of je het aan wil zetten. Het is gewoon een dienst die draait op het moment dat je Chrome aanzet. En dat is niet zo... De vraag is, hoe is dit allemaal nuttig? Kijk, ik denk niet dat Google daar... Ik denk niet dat Google daar slecht mee wil doen. Ik denk niet dat het de bedoeling van Google is om daardoor al onze gegevens te hebben. Wat ik denk, is dat ze inderdaad gewoon deze dienst willen aanbieden. Hey jongens, we kunnen tegenwoordig met stem de computer bedienen. Ja. Wat een tof idee, laten we dat doen. Ja. Ik denk dat ze daar toch best wel, wat dat betreft, niet alleen maar evil zijn.
Maar de manier, ik tricky vind. Maar de manier waarop ze dat deden was... Als zij dit kunnen, kunnen anderen dit ook. Ja, ja, ja. Maar de manier waarop zij het deden was ineens, heel onsympathiek, hè? Dan heb je dus ineens middelmatige marketeers die dit ook gaan winnen. Ja. Ja, ja, joh. Dan kunnen we opnemen wat ze over ons zeggen. Weet je wel? Dat soort dingen. Ja. En dan kunnen en dat ze is ook iets. Ik zit ook na te denken over automatisering, ook voor mijn studenten. Die moeten natuurlijk... ben ik over 4 jaar nog wel nodig? Ja. Lijkt mij een relevante vraag voor een hoop studenten. En toen dacht ik, er is natuurlijk altijd behoefte aan hele goede mensen, maar blijkbaar is er ook behoefte aan die 90% crap. Dus dat kan je ook nog gaan doen. Ik zat nog te denken, je kan altijd natuurlijk bij een grote automatiseerder gaan werken en ontzettend slechte wanproducten gaan maken. Ja. Voor miljoenen. Ja, of, voor de overheid. Of voor treinen. Dat soort supergrote systemen waar niemand ooit blij mee is. Je kan altijd nog bij Capgemini gaan werken bijvoorbeeld. Ja, precies, ja. Daar zullen altijd wel mensen consensusproducten maken, dat is ook heel populair geworden. Ja, precies. Dus er, en dat kan artificial intelligence niet, denk ik. Die zijn niet in staat om slechte dingen te doen. Ja. Daar zit gewoon een soort van wetenschap achter. Die doet onderzoek van, hé, werkt dit wel, werkt dit wel, werkt dit. Oké, dan ga ik steeds het beste doen. Ja, het optimaliseert zich. Ik denk dat het moeilijk is om een robot opdracht te geven. Ga het middelmatigste doen. Of ga het consensus te doen. Of ga het slechtste doen. Wat vaak gebeurt eigenlijk. Dat is eigenlijk wat alle... als je kijkt naar alle grote producten. Bijvoorbeeld hoe wij cijfers moeten invoeren bij ons op school. Ja. Dat is letterlijk het allerslechtste wat er verzonnen had kunnen worden. Ja, precies. Voor het allermeeste geld. Wat je niet eens kan voorstellen hoeveel daarvoor gevraagd is. Dat is echt zo. Dus heeft echt iemand zijn best gedaan om wat echt extreem slecht te maken. Miljoenen heeft dat gekost. Oh en my god. Onmogelijk te gebruiken. En daar hebben niet 5 mensen aan gewerkt, wat je zou denken, want zo slecht is het. Nee, daar hebben waarschijnlijk 100 mensen aan gewerkt. Ja. Maar allemaal met het veel geld. Allemaal heel met groot, het verkeerde ding dan. Ja, een heel groot, weet je, zo'n hele grote Nederlandse automatiseerder. Ja. Dan vraag ik me, waar zijn die mensen dan trots op als ze zoiets hebben gemaakt? Is er dan niemand die heeft gezien, wat een ongelooflijk kutproduct zijn we aan het maken? Ik vraag me echt af. Ja. Ja, dat ze trots thuis laten zien. En ja, kijk eens wat we hebben gemaakt. Hier gaan alle docenten de komende 20 jaar verschrikkelijk pistof over zijn. Yay! Ja, ja. Maar, dat is, maar wie wordt er dan blij van? Hè? Dat is een voorbeeld, maar dat gebeurt dus de hele tijd. Automatiseringssysteem van Amsterdam. Die had iets met de financiën moesten gelijk. Mm-hmm. Dat is een heel grote Nederlandse automatiseerder. Die heeft daar weet ik voor hoeveel jaar aan gewerkt. En het is een ongelooflijk slecht product geworden. Ja. Hoe kan je dat dan maken? Waarom doe je dat? Ja, dat... Ik snap dat niet. Nee. Ik kan er echt niet bij. Ik zit er helaas... mogelijk slechte dingen gemaakt. Dat is een van de redenen waarom ik gestopt ben in het bedrijfsleven. Want er is geen behoefte aan kwaliteit. Er is behoefte aan geld. Ja. En fuck it, er is behoefte aan kwaliteit. Gewoon rot op met je kutproducten. Nou ja, sodemiet erop. Nou ja, of misschien juist het omgekeerde. Mensen kunnen blij worden van dingen. Ja. Waarom zou je mensen niet blij willen precies, maken? Precies, ja. Oh my god. Ja, waarom maak je slechte dingen? Hou ermee op. Stop it. Ja, fuck. Jongens. Nou, leuk einde, Vasilis. Zo. Volgende keer moeten we iets anders doen. Gaan we in een bootje zitten of zo. Vrolijke dingen. Ja, ja, het is natuurlijk ook een beetje kut weer, hè? Dat ja, helpt. Inderdaad. Ja. Oké. Okay. Hey, jongens, tot de volgende keer. Doei. Doei. Jezus.